Het vestingstadje Woudrichem is één van de drie winnaars van een door de provincie Noord-Brabant en Stichting Natuur en Milieu uitgeschreven wedstrijd. Waarbij de buurt 4 maanden 2 elektrische deelauto's mag gebruiken. Geweldig, hè? Dat is toch hartstikke leuk dat je ineens 2 elektrische auto's hebt. Dat zijn volgens mij ook de eerste in de vesting. En die gaan we nou vanaf 9 maart 4 maanden delen. Als provincie hebben wij op 3 plekken in Brabant 2 elektrische deelauto's ter beschikking gesteld. Die mogen de bewoners van een straat of een buurt, of in dit geval de vestingstad, 4 maanden lang gebruiken om te ervaren hoe het is om een elektrische deelauto te hebben. Het is dus niet je eigen auto, je deelt hem met de buurt. Ik verwacht dat het wel een groot slagingspercentage heeft. Er moeten toch minder auto's in de vesting. Er is bijna geen parkeermogelijkheden. En dan delen is een goed initiatief om die tweede auto eruit te krijgen. En dan elektrisch is het nog goed voor het milieu ook. Zelfs meerdere vliegen in één klap. Dit project gaat over autodelen. Dus met een buurt gezamenlijk gebruik maken van een klein aantal elektrische deelauto's. En dat doen we eigenlijk omdat we weten dat een auto gemiddeld 90% van zijn tijd stilstaat. Gewoon ruimte inneemt in de stad, in de plaats. En dat we die ruimte eigenlijk veel liever gebruiken voor functies die we mooier vinden. Voor speeltuinen, voor de voetganger, voor fietsers. Allemaal van dat soort functies. En met autodelen hier in de buurt proberen we dus te bewerkstelligen dat mensen die auto gaan delen en op termijn misschien hun eigen auto gaan wegdoen. Hij zit goed. Yo, ik ben helemaal geen nieuwe auto gewend, dus het is helemaal geweldig. En eigenlijk, mensen zeggen dus ook tegen mij, maar jij loopt toch altijd of jij fietst? Dat klopt ook wel. Maar als ik nou een wat langer stukje moet rijden of mijn kinderen ergens moet ophalen, dan is deze auto wel heel erg fijn natuurlijk. Samen met de buurt. Met dit project willen we bereiken dat mensen meer elektrisch gaan rijden, omdat elektrisch rijden schoon is. Dus je krijgt schonere lucht in de buurt, omdat elektrisch rijden heel veel energie bespaart en omdat je bovendien meer plek op straat overhoudt als je auto's met elkaar deelt. En op die plek kun je bijvoorbeeld fietsen of spelen. Als we nou hierdoor met z'n allen enthousiast worden over het autodelen, dan verdwijnen er hopelijk ook wat auto's uit de vesting. Dat is denk ik ook wel een mooie bijvangst. Het project start vandaag, dus vanaf vandaag zijn de auto's voor 4 maanden beschikbaar. Er doen 3 plekken in Brabant mee. En degene die het meest vertelt over hoe het is om die auto's met elkaar te delen, maakt kans om nog 4 maanden 2 auto's te mogen gebruiken. Er staan hier straks 2 deelauto's in de straat. Er is een app waarmee je die auto kan reserveren. Waarmee je kan zeggen, hey, dan en dan wil ik weg en dan wil ik hem gaan gebruiken. En op die manier kan je dus die auto ook daadwerkelijk gaan gebruiken voor de bestemmingen die je nodig hebt. Het is een elektrische auto. Dus eigenlijk is die auto niet alleen goed omdat we hem met elkaar gaan delen, maar ook omdat we hem... Dat hij geen uitlaat heeft. Er zit überhaupt geen uitlaat op. Dus we hebben geen emissies, we hebben schone lucht. En als we de elektriciteit die daarvoor nodig is ook nog duurzaam opwekken, dan hebben we echt een klimaatneutrale manier van vervoer. Belangrijk bij dit soort projecten is dat het echt van inwoners zelf wordt. Want de gemeente is niet de partij die met die auto's gaat rijden, het zijn echt de inwoners. En als er initiatieven zijn, dan hebben wij gezegd, dan gaan we er positief op in. Bijvoorbeeld waar wij een rol zouden kunnen spelen is in de aanleg van laadvoorzieningen. Dat willen we als gemeente ook zeker oppakken. Maar de inwoners moeten zelf het signaal geven, jongens, wij willen over naar een elektrische auto. Want met name voor de tweede auto bij mensen thuis kan dit echt een alternatief worden. En dat zullen we zeker als gemeente positief activeren. Ja.